En dit is hem dan, de winnaar van de titel Meest Sexy Man van Nederland. GTST-ster Louis Talpe werd dinsdagavond in Amsterdam overladen met cadeaus. De acteur liet andere BN'ers als Jim Bakkum en Ruud Veldkamp achter zich. Maar een klein puntje, de meest sexy Nederlander is een Belg. Helaas. Misschien doet het wel bij andere mensen ook de wenkbrauwen fronsen, maar het is gewoon zo, ik ben al toch behoorlijk lang ook in Nederland aan het werk. Ja, het Nederlands publiek ziet me ook gewoon vaker en vaker hier op televisie. Een Belg heeft gewonnen met... Nou ja, ik moet... Kijk, hij is daar wel een beetje ingeburgerd. Hij heeft nog net geen Nederlands paspoort. Ten eerste, ik weet niet wie die Louis is. Ik ken hem niet. Ik heb hem nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Hij is heel erg knap. Ik vind hem wel een beetje klein. Ik hou toch wel van een beetje langere mannen. Je moet een beetje de lengte ingaan. Ten tweede, ja, gun ik het hem natuurlijk van harte, maar... Ik heb me laten informeren dat hij uit België komt. Dus ja, dan vind ik het niet echt de meest sexy man van Nederland waardig. Ik denk toch, als je dan een man hebt die er heel erg goed uitziet, zoals Louis, maar iets kleiner is, ja, dan moet je gewoon die hakken laten liggen, denk ik. Dat is toch niet de bedoeling? Nee, dat zou wel zonde zijn. Hij heeft een hele mooie fiets gewonnen, dus ik kan nu op zijn fiets terug naar België fietsen. Want ik heb al mijn stemmen gezet op Jim Bakken. Louis mag dan niet bij iedereen in de smaak vallen. Het zal de 31-jarige acteur weinig schelen. Want hij heeft genoeg vrouwen aan zijn voeten liggen. En als echte metroseksueel won hij ook nog eens een geweldige hoofdprijs. Een jaar lang gratis wax gewonnen. Wie wil dat nou niet? Jezus! Ja, dat zal hij dan wel nodig hebben. Ja, dat lijkt me zo pijnlijk. Echt, ja, forget it, doe ik niet. Nee, heb ik niet nodig. Ik heb bijna geen haargooi, behalve daar, maar... Ja, die kan ik gebruiken, dus dat ik even laat zien. Ja, what the hell. Niet te flauw, Louis. Ter afsluiting laten deze onderbroekmodellen zien dat een kleine bodywax er best mooi uit kan zien.